Hera. Loop maar door. Nee, loop maar door. Dit beloon ik. Lege hand. Hij heeft weer initiatief. En dit beloon ik, want ze is even onder de indruk van een geluidje. Pupje is moe. Even naar andere pupke. Joy. Joy rood. Orange. Joy orange. Niet lokken. Heel rustig sturen. En belonen. Zo. Heel rustig sturen. Ik heb niks in mijn hand. Goed zo. Ik stuur weer. Lege hand. En het is weer een wiebelboord. Heel goed voor de bewustzijn van het achterlijfje. Kijk eens wat een kanje. Goed zo. Oké. Ja, we doen het. Ja, ik zou het gewoon zo doen. Ja, ja, probeer maar. Dus je speelt je even weg. Joy. Want je hebt je handen nodig. Dus je stuurt met die hand en nou al een brokje erin. Hè. Je gaat te snel. Dus keurig. Je moet niet lokken. Dus deze slip, niet aan de lijfje komen. Niet aan de lijfje komen. Dus hier. Niet lokken. Niet met voer. Oh, dan maar lakken tegen je hand. En met voer aan lokken. Dus probeer gewoon doen. Goed. Oh! Jongens, dit is een beheersingsoefening, hè? Dus ook rust, beheersing. Probeer maar. Ja, ik denk wel heel snel. Ja. Precies. Hoe kun je ook aan het zien? Wil ik die van of aan de riem? Ik zou hem van de lijn afdoen. Ik vind het niet fijn als ze dadelijk met die lijn. Oh, dat is dan een heel fijn lijntje trouwens. Dat kan wel. Ja, die is lekker laag. Keurig. Mr. Blue. Knap het zeg. Eeuw, ik sta hier op de weg. Ik vind het een beetje spannend hoor. Goed zo. Heel knap. Oh, en de pup bepaalt welke stap ze doet, hè. Dus ga niet erin duwen of puppy's zijn hartstikke mooi. Ik zal even proberen met deze trap. Ze moet trillen. Ja, aan de trampoline. Ze heeft de top bereikt. Hey, die ken ik hoor. Die ken ik hoor. Heel goed. Even naar je mama. Ik zeg, die ken ik hoor. Dat vind ik heel niet moeilijk. Dat vind ik heel niet moeilijk. Geweldig. Even proberen. Dat is iets makkelijker dan zo'n heel parcours. Heel rustig stuur. Oh man, wat een lekker ding. Ja, Jelene, vind je ze leuk? Oh, dit is leuk. Ze doen het heel ook goed. Heel goed, dik, netjes hoor, super. Heel keurig. Ja, het staat ervoor. Super, Hera. Keurig. Goed zo. Daar komt ze, Karin. Ja, super. Netjes. Heel knap. Keurig. Ik blijf even zitten, dan ga ik hier. Keurig. Ja, maar dan krijg je het al. Ja, je hebt het zo goed gedaan. Goedje. Goedje. Kom even met deze pup. Die is nog voor de speelmoed. Wie kan het nog wel aan? Kom
Precies. Want de beheersing achteruit. Heel erg. Heel erg. Heel erg. Hoetsoekies, knap ventje. Knappe Kees hoor. Joy. Joy, Lila. Mr. Blue wil dat nog wel. Mr. Blue? Mr. Blue is bij haar. Met blauwe lijn. Dat was nog even de wind. Ik ga nog even de wind doen. Heel goed. Hey. Mr. Blue heeft nog even zin om te spelen. Die is leuk. Die is leuk, ja. Ja, heel super. Geweldig. Geweldig. Oké, we moeten nog even achter elkaar. Netjes, hè? Leuk, hè? Ja. Is de moeite waard, vind ik. Ja, echt waar. Leuk. Geweldig. Door je andere omgeving ook. Ja. Andere mensen. En ze heeft leuke spullen. Ja. Wil je dat ook even op? Goed zo, dat is het rode meisje. Dat is gevaarlijk. Ach, ben je mijn moe meisje. Ja, ze is wil, als je er vastpakt, wil ze ook iemand ook weer niet. Nee. Dan kan ze even dat niet. Nee, precies. Dat is toch wat ik zei. Dan zitten ze... Bam. Is dat roze speeltje dan? Nee, is niet van jou. Dat heb ik het van mij in mijn zak gedaan. Oh ja. Maar heel zeker. Zo kun je ook alles zien. Goed zo. Goed zo, Maisie! Goed zo, Maisie!
zien, hè, dat ze hem wel kent. Hè? Ja. Wat doe je? Floris zal op haar tegenvallen. Ja, we moeten zo wennen, ja. Ja, zeker. Ah, dat is maar eventjes. Dat is maar eventjes. Ja. Oh. En jij weer zondig, hè? Dat is minder, hè? Dat mag wel even huilen, hoor. Oh, dat denk ik wel, ja. Jullie halen vrijdag op? Nee, zondag, hè, jullie. Zondag, ja. Zondag, ja. Zij is de laatste van de drie. Oké. Je spokkelt. Nou, het leek me gewoon verstandig. Op mijn 12e ook nog een verjaardag. En dan en dat is zo'n drukke verjaardag. Nee, precies. Dus dat doen ze maar niet meteen. Dan is het goed, precies. Dan is het goed om het zondag te doen. Ja. Kom, we gaan jouw speeltje ophalen. Ga mee. Zet ik die wel op dvd voor jullie allemaal? Ja, leuk. Ik ben niet meer bij je moe. En dan moet je straks maar een vliesdekentje pakken als we gaan zitten. Misschien was even bij jou. Maar dat kan. Jongens, ik heb nog een heleboel andere leuke dingen, maar ik wil het eigenlijk gewoon hierbij laten. Kom, kom nou, kom. Of jullie willen zeggen, ik ga behendigheid doen en ik wil de tafel nog heel graag doen. Dat mag wel van mij. Is er een hondje bij wat behendigheid gaat doen? Ja, mij. Oh. Ik kom even van achteren. Even de boel zorgen, hoor. Heb je het ook gezien? Nou, dat is echt goed. Zo, hoor. Je bent een kleine. Ik zie een buikje. Ja, ze is een beetje moe, hè. Oh, kijk, dat is ook leuk. Dat krijg je de tafel? Dat is ook leuk, hè. Ja, maar jullie zijn gisteren op tafel geweest met de bench training. Ja. Te drinken in, schenken en te snacken. Doen we de pupkes deze nog gewoon bij iedereen op schoot laten? Ja, of? Ik heb de vriendsteken bij, zodat ze maar even lekker op schoot pakken. Ja. En niet meer op de grond inderdaad, dicht bij hun naam. Wat voer eventueel erbij pakken. Ja. Ja. Oké, jongens, als jullie allemaal weer lekker in de zithoek willen gaan zitten. Pupkes lekker op schoot. Klappen.